We zijn in het Vlaams parlement de kleinste fractie. We zijn met 4 en we hebben onlangs van het Nieuwsblad het tweede beste rapport gekregen van alle fracties. Dus dan kan ik alleen maar heel tevreden zijn. Een persoonlijk goed rapport, maar ook voor de anderen. Kim de Witte, Olle van der Wallen, Lise van de Kastelen, hele goede punten. Kwestie van wegen op de debatten, van aanwezig te zijn. Ik denk dat we daar wel echt onze stempel hebben kunnen drukken de laatste jaren. Maar neem nu een thema als openbaar vervoer. Uiteraard kom ik daar vandaag veel rond tussen, omdat er heel veel verontwaardiging is over dat nieuwe plan. Maar 2 jaar geleden al hebben wij door schriftelijke vragen openbaarheid van bestuur maanden zoeken en verroeten gezocht naar wat gaat nu de concrete impact zijn van dat plan. En 2 jaar geleden al hebben wij gezegd, dit gaat leiden tot een schrappen van 1 op de 5 bushaltes in Vlaanderen. Iedereen heeft daartoe met de mantel en liefde overgegaan, maar vandaag zien we het resultaat. En dat is voor mij degelijk parlementair werk, degelijk politiek werk, van werken op de dossiers, zorgen dat je de regering ook voor bent, op die manier de boel aanjagen. Ja, en dan zien we vandaag dat dat jammer genoeg het resultaat is, maar ondertussen hebben wij niet stilgezeten, want buiten het parlement zijn we aan al die bushalters van de Van Wistjes dat ze geschrapt zouden worden, actie gaan voeren voor lijnen te redden, voor haltes te redden, met resultaat trouwens op heel veel plekken, in Antwerpen, in Gent, in Sint-Niklaas enzovoort. Dat is voor mij goed politiek werk, het werk op de straat verbinden met het werk in de raad. Ik denk dat iedereen in het Vlaams parlement zo op woensdagnamiddag is bekeken soms wel een beetje een ingeslapen gevoel heeft. Ik denk dat we dat de afgelopen jaren wel een beetje hebben mee opgeschud. We hadden dat ook beloofd, we gaan daar toch een klein beetje zorgen voor iets meer vuurwerk, het kot een beetje op stil te zetten. En ik denk dat we dat de afgelopen jaren ook wel gedaan hebben. Dat wie die debatten heeft gezien, die heeft kunnen zien dat we die ook wel echt gekruid hebben. En dat we ook thema's hebben bovengehaald, zoals ik denk maar aan die kwestie van de pensioenen voor politici en zo. Ja, waar dat we ook echt hebben kunnen wegen op het beleid. Hè. Dus systemen die al jarenlang bestonden, die alle partijen mee hadden ingevoerd, die wij op een bepaald moment hebben ontdekt, naar buiten gebracht en we hebben gezorgd dat die konden afgeschaft worden. Of de 5% vermindering van de lonen in het parlement. Ook toen stond het kot op stilten. Dat was vlak na de start van het parlement, toen de regering Jan Bon grote besparingen had aangekondigd in de cultuur, in de zorg. En toen wij met de PvdA hebben gezegd, ja, als je wilt besparen, misschien moet je eens beginnen bij jezelf. En dan is er toen een akkoord geweest om de lonen van de parlementsleden met 5% te verlagen. Maar dan bleek 2 jaar later dat men dat vergeten was. Vergeten, herinner u. En opnieuw zijn wij toen geweest die het hebben bovengehaald en hebben gezorgd dat het is doorgevoerd. Dus je blijft in dat Vlaams parlement. Klopt, ik blijf in het Vlaams parlement en de bedoeling is een veel grotere ploeg. We zitten er nu met 4 en volgens de peiling. Dus nu zou onze ploeg verdubbelen. Dat is echt wel de ambitie, ook naar 8 à 9 parlementsleden. Zodat we daar veel meer thema's in hand kunnen nemen en vooral zodat we nog veel harder kunnen gaan wegen op dat beleid. Hè. Want als we kijken wat we de afgelopen jaren daar met 4 hebben kunnen doen rond openbaar vervoer, rond zorg, waar we heel de kwestie van de commercialisering op de agenda hebben kunnen zetten met Lise van de Kastelen, rond die kwestie van de graaipolitiek, dan denk ik dat we met 2 keer zoveel mensen minstens 2 keer zo hard kunnen wegen de komende jaren. Om dan in de oppositie te zitten daar al meer dan waarschijnlijk. Dat zullen we zien. Dat hangt eraf van wat de uitslag op de verkiezingen zal zijn. Ik hoor van bijvoorbeeld Vooruit dat men zegt dat wij willen absoluut met de N-VA een regering vormen en de PvdA, daar kijken we niet naar. Ja, dat begrijp ik niet. Ik bedoel, wij regeren samen. Wij besturen samen in Burgerhout, wij besturen in Zelzaten samen. Als er ruimte is voor een progressieve meerderheid om progressief beleid te voeren in Vlaanderen, om eindelijk te zorgen voor beter openbaar vervoer in plaats van slechter openbaar vervoer, om te zorgen dat we die wachtlijsten in de zorg kunnen oplossen, ja, dan in onze hand absoluut uitgestoken. Ja.